En dan zijn we nu aangekomen bij het belangrijkste onderdeel van je kerstdiner. Dat is natuurlijk het hoofdgerecht. Voor dit vismenu maak ik heerlijke visrolletjes in erwtensaus en wat lekkere Italiaanse groenten erbij. Voor dit gerecht heb ik nodig kabeljauwfilet of een andere witvisfilet. Wat gerookte zalm. Er gaan erwtjes door voor de saus. En een shallotje komt daarbij. Allemaal verschillende Italiaanse groenten. Wat spinazie. En er komen reuzenbonen bij. In het doperwtensaus gaat dat eerste een shallotje, dus die mag je heel fijn snijden. Hoe versier je eigenlijk je kerstboom? Ik heb nu een beetje zo'n klassieke kleurencombo van goud en rood. En dan wel allemaal wat van die gekke ballen erbij. Het is echt een beetje wat nu dan hip is. En ik heb hele leuke... Wat voor gekke ballen dan? Wat was je gekste die je hebt hangen? Ja, van eten natuurlijk, omdat ik er zo erg van hou. Ik heb gekregen een hele grote granaatappelkerstbal. Dat is wel een van mijn lievelings. Ja. Maar wat ik zeker zo leuk vind, is mijn croissantje. Je pretkop erbij. Ja. Dan ga ik nu de ui, paprika en de penkel snijden. Dan als laatste ga ik de venkel snijden. En hoe snij je? Ja, dat vind ik een domme vraag, maar hoe snij je eigenlijk een venkel? Ik ga het je laten zien. Als je in ieder geval eerst eventjes doormidden snijdt, zie je dat hier een soort hartje in zit. Die hou je er altijd even uit. En dan rest eigenlijk nog een wat kleinere stukken. Worden een soort repen. Alle groenten zijn gesneden. Dan kan ik beginnen met mijn erwtensaus. Eerst fruit je dan wat shallot. Gaat een klein beetje vloeibare margarine in de pan. Als je vet lekker begint te bubbelen, dan kan de shallot erbij. Dan bak je het een paar minuten op weer wat lager vuur. Dan doe ik de erwtjes erbij. Ik gebruik nu diepvries doperwtjes. En die zijn dus al een beetje voorgegaard. Dus deze hoeven helemaal niet zo lang meer in de pan. Je kunt ook verse gebruiken, maar let er dan wel goed op dat ze echt zacht worden. Voordat je ze straks gaat pureren tot saus. Want je wil echt een mooie gladde saus hebben. Om je saus een lekkere mediterrane smaak te geven, ga ik er nog wat tijm bij doen. Kan vers, kan gedroogd. Ik heb hele lekkere gedroogde tijm. Deze keer. En er gaat nog wat water bij. 100 milliliter is al genoeg. De deksel gaat op de pan en dan laat ik hem 5 minuten pruttelen. En wat is nou echt het geheim van een goed hoofdgerecht voor tijdens de feestdagen? Eigenlijk vind ik dat je een beetje twee verschillende kanten op zou kunnen. Ik vind het leuk altijd als het één heel groot gerecht is. Bijvoorbeeld een hartige taart of iets waar je dan mooie punten van af kan snijden. Of dat het iets is waarbij je een mooi sausje doet. En dat is zoals dit gerecht. Dat je dus een stukje vis hebt en er komt zo'n mooi saus omheen. En dan lekkere groenten erbij. Heel veel kleur vind ik ook daar belangrijk. Dus dat maakt een beetje een mooi geheel. Dan ga ik verder met de vis. Ik heb twee soorten vis, zoals ik al had gezegd. Een witvis en een zalm. Het is een heel lekkere combinatie samen. En dat maakt het ook wel echt kerstig, dat je vissoorten gaat combineren. Dat zou je misschien normaal gesproken niet zo snel doen, maar dit maakt het wel extra feestelijk. Ik heb alweer even een plastic plank erbij gepakt. Het worden visrolletjes. En binnenin komt de witvis, dit is een kabeljauw. En eromheen gaat wat gerookte zalm. Om ervoor te zorgen dat die witvis straks goed aan de zalm blijft plakken, is het handig als je die vis een beetje droog dept. Want hij is soms een beetje waterig aan de buitenkant. Je legt je vis in het midden en dan rol je zo de zalm eromheen. En hij bedekt hem niet helemaal, maar dat is niet erg, want op zich zit er best wel veel zalm al op en dat geeft al genoeg van die goede rokerige smaak. Dus even kijken hoe het met de erwtjes gaat. Je kan erin prikken, maar uiteindelijk is het toch altijd de makkelijkste manier. Proeven. Ja, ze zijn echt helemaal zacht. Dus dat is perfect. Om de saus te maken ga ik hem even in een hoge beker doen. En dan ga ik hem nu pureren. In deze stap ga ik laten zien dat vis garen heel erg makkelijk kan zijn. Ik ga de vis namelijk
van koken, dat noemen we dan eigenlijk pocheren, want het is op heel laag vuur, in deze saus. Dus die gaat weer terug in de pan. De visjes kunnen erop en dan is zo een kwestie van de deksel erop. En 20 minuten, dus heel zachtjes laten pruttelen. En hoef je er eigenlijk helemaal niet meer op te letten. Super easy. Bij de vis komen nog een heleboel lekkere groenten. Dus die ga ik klaarmaken. Ik heb natuurlijk twee uitjes gesneden. Die worden gefruit. Weer in wat vloeibare margarine. Wacht maar heel even totdat die margarine wat warmer wordt. Nou ja, ik zie dat hij nu weer een beetje gaat bubbelen. Uitjes erbij. Wanneer zet jij de kerstboom op? Want sommige mensen zijn er zo vroeg mee. Ja, ik heb wel echt die neiging hoor, om ook bij die mensen te horen. Want ik vind het wel heel erg gezellig. Maar ik vind het wel leuker om eerst even Sinterklaas helemaal af te ronden. Lekker met surprises erbij en cadeautjes. En dan pas de kerstboom op te zetten. En dan blijft hij staan tot de half februari? Nee, meestal drie koningen, 6 januari. Oh, netjes. En dan kunnen groenten erbij. Dus de venkel en de paprika. En die roer je dan nog eventjes door. En dan aan het einde alle spinazie erbovenop. En het lijkt nu heel veel, maar het gaat echt heel erg slinken. Even spieken wij de groenten. Die zien er mooi gaar uit. Dan kunnen de bonen erbij. En die hoef je echt maar even 2 minuutjes... mee te warmen, want die zijn al gaar. Ik vind het wel lekker om dan wat tuinkruid er doorheen te doen. Ik heb hier nog wat basilicum. Er kan ook munt doorheen als je dat lekker vindt. Mag je gewoon grof scheuren en roer ik er zo nog even doorheen. Ik even kijken bij mijn vis. Die ruikt echt lekker rokerig en toch wel wat zoetig van die erwtjes. En ik heb nog een tip voor je als je wil weten of die goed gaar is. Normaal gesproken is die witvis natuurlijk een beetje glazig als die rauw is. Maar zodra die gaar wordt, dan wordt die meer wittig. En dat is bij mij nu ook zo, dus we kunnen gaan serveren. Dat ziet er toch uit als een heerlijk hoofdgerecht zo. Mocht je nou van wat fris houden, doe dan lekker wat citroensap nog over je vis. En in de volgende video ga ik aan de slag met het nagerecht. Vond je dit nou een leuke video? Like hem dan, abonneer je op ons kanaal en kijk hiernaast voor nog meer video's.